Hey, nou man, hey, met Fuga Bayere, hele dag ben ik bezig op dit ding, jongen. Hey, nou man, dan ga ik piano spelen, dan, hey, nou, met Fuga Bayere. Zie je toch, als ik nu gewoon een lekker mooie dame bij mijn hart, zou ik daar gewoon het wereld kunnen geven. Maar nee, die meisjes vinden dat ik op een japi leek. Hey, mima, laten ze me maar zitten, hoor. Hey, maar bel Jordy Roche. Sorry, Bayere, mijn handen zijn al echt al moe. Elke avond mee aan je weary. Hey, weet je wat? Maar bel Jordy aan Roche, dan maak je dat mooi niet toch. Dan moet je gewoon even bellen, hè. Hi boy, you back. It's Mehendra, I'm not up, maybe, but up. Hallo, dag Mehendra. Hey Jordy, hoe gaat het met je? Hoe is het, Mehendra? Hey, Roche is ook bijna. Hoe gaat het met jullie? Het gaat prima horen met jou. Boy. Dus om eerlijk te zijn ben ik nu gewoon op 50% Jere. Maar je weet toch, like, met jullie hulp zal ik zeker op 100% komen. Wat? Hoezo? Waarover heb je het? Nou, dus kijk nou. Ik ben echt gewoon moe ervan, Jordy. Like, meisjes zeggen echt dat ik op een japi lijk. Ik weet niet wat ze zo allemaal zien, weet je. Like, ze zeggen dat ik lelijk ben. Dus ik ben weer die bafalibi die Jere. Dus heb ik gewoon, like, ik heb jullie gewoon gebeld als jullie me echt hiermee kunnen helpen. Like, AUB. Like, als jullie me gewoon met een chickie kunnen regelen, toch, weet je. Want ik weet dat jullie mooie nichtas hebben. Dus ik wil vragen als jullie me met één kunnen helpen. Oké, is dat jullie het niet? Een van ons nichtas. Ik kan het regelen daar. Jessica is al bezet. Angie is ook al bezet. Ellie knows Mary is single. Ja, ze is al zo oud, is ze nog single? Adrien is zeker een been. Ja, ik kan het zien, ja, Roos. Ik kan mijn Hendra staan. Oké, doe. Mer, hoi, kom. We hebben wat voor jou. Tori, kom man. Kom. Wat is dat? Wat voor jou eigenlijk? Wat voor Tori? Dus er is een jongen toch, heet Mahindra. Mm-hmm. Maar hij zoekt naar meisjes. Hij is een beetje mooi. Maar die meisjes vinden dat hij een beetje op haram wil liggen. Is hoop? Ja, ik vind het. Oh, je vindt het. Ja, maar die meeste mensen vinden dat hij op haar aan wil en zo, dus op een aap, maar... Dus daarom willen we hem met jou regelen. Ja, want ik weet, je bent echt jarenlang single en je bent op zoek naar een relatie, dus we denken gewoon aan jou, jij bent de beste keus. Ja, want je doet niet van lullen nodig. Dus weet je, als hij met me wil zijn, moet hij bereid zijn om alles voor me te doen. Je weet hoe gek ik kan zijn. Dus zeg maar Hendra dat ik hem wil zien als een meisje. Oké, goed. Hallo Mehendra, ben je er? Hi, ik ben er. Oké, en ik wacht op. Speak up. Vertel, ik luister. We hebben een oplossing. Ja. Serieus? Maar, luister goed, maar en zeg maar, je gaat als een meisje moeten doen en als een meisje moeten aantrekken. Is dat geregeld? Ja? Ik heb geen probleem meer, maar ik doe alles. Ik kon niet echt tolle problemen, dus ik doe gewoon alles om je te zien. Ja, zeker weten. Oké. Maar ja, je bent ready, zeg. Jawel. Alles voor jou. Ah, dus vallig nog een optie, dus ik ga mezelf gewoon even klaarmaken, weet je, voor de gewoon die jurk aan doen, weet je. Dan bel ik jullie, oké? Oké, is goed. Monkey. Wel, ik heb gewoon aan. Deze meisjes hebben niets op me, hè. Gewoon niets. Mijn bil is gewoon tikker, period. Je weet het. Wel, laat me nu gewoon mijn meid gaan bellen, want weet je wel.
Zolang dit meisje nu gaan bellen, jaren zodat ik als een meisje moet doen, maar ik gewoon als een meisje. Ik vind je het niet benauwd? Ach, period. Laat me daar bellen hoor. Maar ja, zo is het lief hoor. Je belt af, Mehendra. Mehendra. Sang Mehendra. Maya. Jawel, ik ben ready. Ga mijn vriendin van me roepen, haar. Begin niet. Ga mijn vriendin van me roepen. Oké, dan. Oh my god, we moeten Mer echt roepen. Mer! Mer! Kom snel, kom. Ja, ik kom. Kijk. Hey schatje. Wat vind je van me? Je hebt toch gezegd dat ik als een meisje moet doen? Wat vind je nu? Wat dit? Dit is speciaal lelijk. Echt hè? Ja boy. Nu zie ik waarom wat die andere meisjes zien. Doei! Sorry. Saka kiss me.